Ik wil iets vertellen over verschillende CNA-rollen die wij in het pakket hebben. Allereerst wil ik iets vertellen over de kleuren. We hebben een gele kleur, een blauwe kleur en een zwarte kleur. En al deze kleuren hebben een verschillende aantrekkingskracht op insecten. De gele kleur wordt vooral gebruikt voor het aantrekken van witte vlieg, mineervlieg en luizen. De blauwe kleur is bij uitstek geschikt om trips mee aan te trekken. En de zwarte kleur wordt gebruikt om de Tuta absoluta beter weg te vangen. Die wordt het meest aangetrokken door de zwarte kleur. Als tweede wil ik even benoemen patronen die op sommige rollen gemaakt zijn. Deze patronen die worden herkend door insecten, waardoor deze insecten sneller op deze rollen terecht zullen komen. En als derde wil ik nog even benoemen de feromonen die aan sommige rollen zijn toegevoegd. Deze feromonen zorgen ervoor dat insecten aangetrokken worden en dat er meer insecten op de rollen gevangen worden, tot wel twee keer zoveel als bij rollen waar geen feromoon aan toe is gevoegd. Als laatst wil ik nog even noemen dat van al deze rollen er verschillende lengtes en breedtes in de handel zijn. En wil ik jullie nog verwijzen naar een artikel op de kennisbank waarin allerlei informatie wordt verstrekt over de verschillende rollen die wij in het assortiment hebben en de werking hiervan.